Ik was eigenlijk bijna zeker. Hè. Dat is raar hè. Dat je dat zo kunt voorspellen. Hè. Dat je, ja, alles had ik mee toen die dag. Toen was dat hier een hels lawaai. En dat was, zoals ze zeggen, altijd kippenvel. Hè. De laatste ronde samen met Richard omhoog gelopen hier op die duin. In mekaars voetsporen, zal ik maar zeggen. En dan een klein beetje verder is dan helemaal gebeurd. En Groenendaal zelfs nog een schouderklopje kunnen geven? Dat had misschien niet gemoeten, dus, maar ik heb er toch, kan toch niet zeggen dat ik daar echt spijt van heb. Dat is nu eenmaal, je moet u zelf zijn. En van waar dat kwam, dat weet ik tot op heden nog altijd niet. Als je dan wereldkampioen wordt in eigen land, dat blijft u altijd bij en zelfs achtervolgen. Wie wordt er wereldkampioen binnen een paar weken? Dat kunnen er een paar zijn. Hè. Dus maar ze gaan pruttelen, hè, de gasten. Dus het is moeilijk. Een van de moeilijkste edities aller tijden zelfs. Omdat het zo lang droog is geweest, er is geen regen. Regen maakt het dan weer makkelijker om door het zand te rijden. Maar als dat weer blijft aanhouden, en dat is zo in januari, hè, dus nog altijd hetzelfde liedje, ja, dan moeten we gaan rekening houden met deze toestanden. Dat is, je kunt dat niet geloven, hè. Dat is gewoon zalig als je van zand houdt. Ik denk dat je best wat een dosis lef moet hebben. Hè. Als je zegt, daar is een strook en die is zo diep uitgegraven van de tubes die dat er iedere ronde door jassen. Daar moet je al niet bevreesd voor zijn. Het is trappen dat je moet doen. Het is niet 10 keren proberen, niet 100 keren, maar 1000 keer proberen door een strook te rijden op een behoorlijke manier. En dan op een duur ja, gaat je erover zweven. En dat moet zoiets zijn als, als dronken worden. Als iemand anders mijn tubus zou oppompen, dan zou ik er niet 1 keer door geraken. Terwijl dat ik dat zelf doe, zonder drukmeter, denk ik dat ik nog altijd een behoorlijke score haal hier om zelfs door die moeilijkste zandstrook te rijden.